Hey, een hele goede dag allemaal. Goed en tof dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video van boompjekappen.nl voor al uw takkenwerk. We staan weer bij een boom. Je ziet hem hier op de achtergrond staan. Het is een atlascedie, die is eerder gesnoeid geweest. We zijn hier in Rotterdam Hilligersberg. Daar heb ik goede herinneringen aan. Want hier heb ik mijn allergrootste bomenklus ooit uitgevoerd. Aan de Dreesdelaan, een hele leuke villawijk. Van maar liefst bijna 7000 euro. Een paar bomen snoeien. Ik ben er net voor langs gereden. Ja, die bomen staan er gewoon weer net zo groot bij als eerst. En dat is een van de redenen dat ik soms wel eens denk, snoeien. Ja, snoeien doet groeien natuurlijk, maar snoeien, waarom doet het eigenlijk? Waarom doen mensen dat eigenlijk? Mensen denken dat ze dan de natuur een beetje kunnen controleren. Dat is natuurlijk een misvatting. We staan hier bij deze atlasceden. We staan trouwens ook op een mooi pleintje hier met allemaal garageboxen. Dat betekent lekker veel ruimte. We kunnen via de garagebox van de klant naar de tuin toe. Ik zal straks even laten zien hoe dat eruit ziet. Maar deze atlasceder die gaat eraan. We staan hier opgesteld. Bus, aanhanger, versnipperaar. En de aanhanger staat natuurlijk klaar om die snippers te kunnen ontvangen. Een kubel 4-5 moet wel in kunnen. En die brengen we later weer weg. Gratis bij iemand die er heel blij van wordt. Vind ik leuk als mensen blij worden ervan. En het hout wordt vandaag ook opgehaald door Joop. En Joop wordt er ook heel blij van. Dus dat is hartstikke leuk. Ik vind dat hartstikke leuk om te doen. Ik ga jullie even de spullen laten zien waarmee ik deze klus ga doen. En ook even natuurlijk hoe de tuin eruit ziet en de boom van beneden. We hebben hier een aardige Japanse esdoorn staan. Het is een beetje tegenlicht, dus ik denk niet dat je het heel, heel goed kunt zien hier. Maar ik probeer het een beetje vanaf deze kant. Dit is de boom. Hij is aan de kant van de buur al een keer aardig gesnoeid geweest, zoals je ziet. En aan deze kant ook rondom ingenomen. Vandaag gaat hij weg. We zien even een paar dingetjes. Eén, de afvoer gaat via de garage. Hij zegt, je kan daar over de schutting. Maar ja, dat is gewoon een schutting van 3 meter. Dat gaat niet lukken. Door de garage, dat is voor mij het makkelijkst. Hij zegt, je kan ook over de garage. Nou, moet je daar altijd mee uitkijken. Want garages, die hebben van die boxen, die hebben vaak bitumen als dakbedekking. Als er één gaatje in komt, heb je een groot probleem. Kun je het hele dak vervangen. Dan komt natuurlijk pas maanden later pas achter. Misschien wel jaren later pas. Maar dat moet je altijd zien te voorkomen. Dus de klant had een laddertje klaargezet en dergelijke. Maar dat gaan we niet doen. We gaan alles door de garage op het pleintje brengen. Dat is het eerste wat even belangrijk is. Het tweede is dat hier allemaal grind ligt. En dat is heel moeilijk schoonmaken. Nu liggen er al heel veel naalden in en ze gaan hier toch later de tuin nog helemaal leeghalen. Maar toch, ik heb even het doek klaargelegd. Dat doe ik met de volgende reden. Dat als je een tak naar beneden gooit, vallen heel veel naalden en kleine takjes vallen eraf. Dat hoopt hierop. En dat kunnen we straks met het ophalen van het doek in één keer allemaal weghalen. Dat is wel een voordeel. De stronk moet ook gevreesd worden. Maar ik heb even gevraagd, is dat nou echt nodig? Want met al dat grind, dat gaat dan misschien ook rond zwiepen. En je hebt maar één steentje nodig die een verkeerde kant op schiet. Tegen jou aan of tegen een ruit of wat dan ook. En dan heb je een groot probleem. Dus daar hou ik zelf niet zo van. Dus we gaan even kijken hoe dat eruit ziet. Ik ga de klimspullen even laten zien. Die liggen hier. Dit is eigenlijk de klimset. Mijn klimset waar ik, ja, ik denk dat je hier gewoon 95% van alle bomen in Nederland wel mee kunt doen. We hebben allereerst de klimgordel met de handzaag, de Zubat, Silky Zubat, de aan hier aan deze kant. We hebben de fliplijn, klimsporen, de 201T en de klimlijn met cambium 7 en de zigzag daaraan bevestigd. Ja, en deze cambium 7 verstelbaar, die zorgt voor een mooi topanker. Met de klimlijn kan ik nooit naar beneden vallen. Als je die goed hebt bevestigd in ieder geval. De 201T, daar kan ik tot met een 30 centimeter zaagblad of wel 30, 40 centimeter makkelijk mee afblokken. Daarna pakken we het andere gele beest, de 362. We hebben hier de fliplijn. Ik heb nu een carabine met een swivel daaraan vastgemaakt. Want soms, omdat hier een staaldraad in zit, 7 staalstrengen, gaat hij wel eens twisten. En dat is soms irritant en op deze manier heb ik dat verholpen. En dan de klimgordel. Die heb je natuurlijk nodig om gezekerd te kunnen zijn aan alles wat je aan de fliplijn en aan de klimlijn. Met de handzaag, daar gaan we natuurlijk ook veel mee doen. De ceder, de atlas ceder, is geen heel hard hout. Dus ik verwacht dat het helemaal goed gekomen vandaag. Ik ga de spullen aantrekken en dan zie ik jullie straks als ik een beetje halverwege ben. We zijn inmiddels al aardig onderweg. Behoorlijk wat tak aan deze kant weggehaald. Het eerste wat opvalt is dat de onderste tak daar, die hangt daar boven de schutting, die heb ik laten zitten. Takken die ik daar opgooi, die zullen anders de schutting bijvoorbeeld beschadigen of de haag, die zullen opvallen en in de tuin vallen. In ieder geval, die zal de val breken, dus dat vind ik altijd wel prettig.
Ik ga hier nu een topanker maken. Zo. Op deze manier heb ik hier een topanker. De reden dat ik hem niet helemaal strak zet is dat nu het anker heel vrij rondom de boom kan bewegen. Ik ga nu aan deze kant alle takken verwijderen. En daar gaan jullie mee kijken. Ik probeer het met een klein beetje uitleg te doen. Zo, probeer met te praten. Een klein beetje uien. Een klein beetje uitleg te doen. En dan moet het goed komen. We halen eerst de spanning van de fliplijn. Dat is allemaal goed. Even kijken of er niks geks gebeurt hier. Prima. Het eerste wat ik wel zie is dat deze klimlijn aan de verkeerde kant zit. Zo. Zo is goed. Kan ik goed bij. Je ziet dat hij nu hier door de poelie loopt. En door de karabine, met meest door de poelie. Gaat super soepel. Je ziet ook een kleine beschadiging hier op de klimlijn. Dat is niet zo heel erg. De ceder, die zaag je, even kijken, ik hoop dat jullie het kunnen zien. 1, 2, 3, zaag hem tot 2/3 door. Dan kun je hem afbreken. Zo. Zie je, ik rooi hem op die tak. Valt rustig naar links. Je ziet ook dat ik de fliplijn nu naast me heb hangen. Als ik met de motorzaag aan het werk ga, dan maak ik die vast. Met de motorzaag werkt, doe je in ieder geval twee punten vastmaken. Natuurlijk met deze fliplijn. Die 7 stalen strengen erin hebben. Daar kun je uiteindelijk wel doorheen zagen, maar dat merk je direct als je die raakt. Dan is je ketting namelijk in één keer bot. Dan zaag je niet meer en dan stop je wel. Ja, die S-doorn, die wil ik, weet niet of ze hem gaan behouden. Maar deze zal er opvallen. Daarom zaag ik niet helemaal door. Ik kan hem een beetje vasthouden. En de juiste richting induwen. Perfect. Nu hier toch zijn, deze kant ook gelijk meenemen.
Timo, gooi het hout dan maar gelijk aan de kant. Ja? Dan komt die Joop straks ophalen. Ja. Hoef jij er niet mee te tillen. Gewoon in de tuin aan de kant. Stapeltje maken. Om Timo te helpen kan ik natuurlijk de stammen die ik heb ook gelijk daar neergooien zodat hij er geen last van heeft. We hebben hier nu nog deze takken, kijk van de boven. En je ziet eigenlijk dat er aan deze kant geen takken meer zijn die hierop kunnen vallen. Dus nu ga ik deze ook verwijderen. Ik doe het nu met de handzaag, omdat ik hier niet zo makkelijk met de fliplijn vast kan. Die is nog niet door. Kijk hoor, deze stam moet die kant op. Ik kan hem hier wel mee trekken. Perfect. Top, top, top. Ik wacht hier maar. Potjes en pannetjes staan. Van tevoren neem ik altijd met de klant door. Wat kan er? Wat moet er weg? Wat moet verplaatst worden? Ze hebben bijvoorbeeld de boom die daar staat in de groene kuip. Die wil ze behouden, dus die hebben uit de gevarenzone gehaald. Maar de rest hebben ze laten staan, zodat ze mij niet zoveel uit als daar schade aan staat. Maar goed, altijd proberen een beetje langs te werken. Schade ook als het mag, is eigenlijk niet... Ja, nooit echt leuk, dus we gaan gewoon rustig verder zo. Oké, nu is deze hele kant weg, zoals je ziet. Eén groot gapend gat. Wat ik nu ga doen is, ik ga nu deze hele grote arm verwijderen. En daarvoor moet ik eerst een stukje omhoog klimmen. Dus ga ik de fliplijn losmaken. Zo. En dan... klim ik omhoog.
Zo. Ben ik met deze tak aanbeland. Laten we eens even kijken hoe ver we kunnen komen hierbij. Ik denk dat het nog een stukje omhoog moet. Hier komen, juist. We gaan nu rustig wat takjes weg hier, met de randzaag. Dan zie je wat meer hoe de takken lopen. Ik zie nu hebben we hier de hoofdstam, zeg maar. De hoofdstam splits in twee. We gaan in deze verder. Deze splits hier in tweeën. Hij is hier gesnoeid geweest. Dit is een takje die ik makkelijk af kan zagen in één keer. En Timo kan die goed versnipperen. Zo. Juist. Deze nog. Verder klimmen nog. Je ziet dat hier de drie punten van contact altijd belangrijk zijn. Natuurlijk één het ankerpunt aan deze kant. De fliplijn aan deze kant en mijn voeten daar. Dat is een belangrijke driehoek. Om stabiel te kunnen staan. En dan heb je echt twee handen vrij om te werken. Mooi. Goeie. Zo, zagen we hier de punt af en dan zo. En wat we nu doen is met de motorzaag terugwerken, maar die niet vergeten. Want die kunnen, als we hier gezeekt zijn, kunnen die daar waarschijnlijk gelijk meenemen. Perfect. Je ziet dat daar een dakje onder zit. Dat is mijn dakpannen. En die moet natuurlijk ook niet beschadigd raken. Hey, je merkt dat mijn hartslag wat omhoog gaat. Ja, dat merken jullie niet, maar dat merk ik. Maar daarmee ook mijn ademhalingen. Als je inspanning levert. Ja, dan kan het niet anders dan dat je... Je meer zuurstof nodig hebt in je spieren, wordt getransporteerd via bloed. Bloed moet meer rondgepompt worden, je hart gaat sneller kloppen. Dus je hoort dat ik wat zwaarder adem, omdat ik gewoon inspanning lever.
Je hoort het liedje wat ik fluit. Freed from Desire. We hoorden gisteren een leuk mopje daarover. Dat er een patatkraam was ergens in België. Die heette Freed from Desire. Dat vond ik wel grappig. Freed from Desire. Als ik naar mijn zin heb, dan fluit ik altijd. Als ik stop met fluiten, dan ben ik of naar beneden gevallen. Of ik ben super gefocust. Dan heb ik andere dingen om op te letten. Je ziet nu dat deze tak is vrij voor kleine takjes. Deze even afhalen. Je ziet ook dat er flink wat stuifmeel vanaf komt. Kijk. Ja, misschien zie je straks maar ergens beter. Maar dat zijn al deze katjes. Even kijken voor een paar keer pakken. Kijk. Er komt allemaal zooi uit. Is niet erg, maar dat zorgt soms wel voor een beetje spectaculair gezicht hoe dat eruit ziet. Die houden nog even omheen. We zagen deze hier af. Zo. En nu kan ik rustig deze afblokken. En omdat dit allemaal netjes boven de tuin hangt, hoef ik het niet te ondersteunen, hoef ik het geen richting te geven. Dan kan ik gewoon heel makkelijk alles direct naar beneden laten vallen. Zie je wat een klimlijn daar ligt? Oké. Okay. Nou, dat was het verwijderen van echt heel deze kant. Ook die grote takken uitgelopen. Hebben jullie even meegekeken? Ik ga nu... Zo. Ik ga nu weer omhoog klimmen. En dan gaan we aan de andere kant wat dingen verwijderen. En dan kunnen jullie straks... Even kijken als ik wat meer boven ben of zo. Nou, even kijken. Straks kunnen jullie weer verder meekijken. Ik ga eerst even hier zonder camera even doorbeuken. Ja, zo sta je eens op de grond. We zijn natuurlijk geparkeerd bij die garagebox en dat was een meneer, die moest er even in. Ja, dan moet er toch even uit. Dat is even het risico, het is wel een mooi plekje hier, maar dat maar niet. Je ziet, de boom is al aardig gevorderd. Aardig wat de takken die hier al liggen. Die we straks kunnen gaan versnipperen. Je ziet dat Timo niet helemaal bij kan benen, dat is helemaal niet erg. Ik hoef natuurlijk alleen maar naar beneden te gooien en hij moet helemaal deze kant lopen steeds. Het hout wordt straks opgehaald, het is nu rond 11 uur. En dat betekent dat we zijn nu een uurtje bezig. Dus ik ga hem nog even boos maken om die bovenkant. Dan ga ik natuurlijk ook even meekijken, maar ik wil je ook laten zien hoe je kunt afblokken. Dus ik ga nu een gedeelte straks laten zien als ik in de boom zit, met het verwijderen van de takken wat hoger. En daarna laat ik je het hele proces van het afblokken zien, maar dat is voor een volgende video. Dus dat wordt een aparte video van het afblokken van een stam. En dit was meer het uitlopen van takken. Dus ik ga nu de top inklimmen weer en dan gaan we weer verder en hoop ik dat we niet meer gestoord worden hier. Want we moeten natuurlijk ook nog opruimen. Zo, we zijn weer in de top. De meneer heeft zijn auto in de garage kunnen zetten. Dat is verder een hele vriendelijke meneer. Ik vind het niet leuk om eruit te komen, maar het is wat het is. Eens even de fliplijn pakken. Trouwens mooi de haak waar ik mijn zaag aan heb hangen. Naar beneden, die hangt hij eigenlijk altijd in. En als je, mocht hij deze kant op gaan, zo.
dan heb je altijd nog een haakje erachter. Dus hij gaat hier nooit af. Dat is wel zeer prettig. Oplettende kijken, je kan wel zien dat ik daar net een tak van een andere tak die we net hebben afgezaagd. Die ligt daar, dus die moeten we straks ook weer weghalen. Gooi even paard naar beneden, ja? Mooi, hè? Staat daar een amberboom. Is mooi aan het verkleuren. Het is herfst aan het worden. Nu ga ik even die tak pakken die daar op het dak ligt. Dan gaan we een beetje naar beneden. Natuurlijk een mooie topanker. Hallo. Oh. Ik wil heel graag nu de adres even. Mijn adres? Ja, om even te bellen over een keer deze boom. Die amberboom. Ik heb hier ook een boom. Ja, die vreselijk mooie boom. Ja. Die gaat toch niet weg? Hè? Twee delen, we willen één deel eraf. Snoeien? Ja, het deel van die boom, het zijn twee bomen eigenlijk. Ja? Dus één stam, eruit. Oké, als we klaar zijn, dan kom ik even langs. 13. 13, ja. Hebben we boompjekappen.nl? Boompjekappen.nl. Yes, gelijk in één keer goed. Dat is de website. Nummer 13.
13, ja, top, dank u. Even een beetje afdalen. Dan pakken we die tak. Goed afzetten. Had ze flat. Nu is het dak weer schoon. En dan gaan we ons weer omhoog begeven. En de rest van de takken verwijderen. Zo, we zien Timo daar al aardig wat takken gebult heeft liggen. We hebben daar het hout liggen. Hier nog takken. We gaan straks afblokken. Hebben we nog een klein beetje hier de top te gaan. Je ziet dat de top eruit is gezaagd een keer. We gaan nu gewoon... ik weet niet of je het ziet, maar de top hangt vooral naar links. Dus ik wil vooral aan de linkerkant als eerst wat takken verwijderen. De wind staat daarheen. Dan zie je wel al de troep die erheen waait. Zie je, waait gelijk die kant op naar die prachtige amberboom, waar we straks even gaan kijken. Maar dat betekent dat ik het best wel ver naar achter moet gooien. Zie je? En dan landt het in het huis. Ik gooi hem erg naar achteren, dan landt in de tuin. Dus goed om het erger te houden in de wind. De wind is sterker dan je denkt. Ik gooi hem die kant op en hij waait gewoon in de heg. Zo. En nog de laatste. Dat was de laatste tak. Nu gaan we afblokken. Ik heb de 201 T, daar kan ik tot ongeveer 40 centimeter wel mee afblokken. Maar dit is de top zoals je ziet. We kijken even rond hier in Rotterdam. We zitten nu op een meter of 12 ongeveer, denk ik. Prachtig rondkijkje. Ik zie ook de garageboxen met die bitumen op het dak. Echt jongens, maak er geen schade op, ga er zo mogelijk echt niet op lopen. Tenzij het natuurlijk niet anders kan. Oké, ik ga nu afblokken. Je ziet dat er een bult takken ligt en een bult hout. Ik wil zoveel mogelijk hout op hout hebben liggen, zodat Timo gewoon door kan lopen. Maar als er hout op de takken valt, moet Timo het hout pakken en weer gaan verplaatsen. Dus ik probeer dat zoveel mogelijk te voorkomen. Ik kan daar neergooien en ik kan daar ook, bij dat oranje puntje en het grind, daar kan ik ook nog hout neergooien. Maar het liefst niet hier in het midden. Gaan we proberen te voorkomen.
Timo, ja? Wil jij het gele beest halen? Ja. Lekker, lekker. Timo heeft ondertussen, we gaan even daar verder lopen, hier een flinke bult gemaakt. Hij is de hele tijd bezig geweest met lopen, dus nauwelijks tijd gehad om te versnipperen. Dit is de bult. Dit is gewoon 10 kuub. En de truc is, hier zie je het principe van de versnipperaar. We hebben hier 10 kuub waardeloos materiaal. Hier moet je voor betalen om het af te voeren. Je hebt een machine, daar doe je het doorheen en die spuugt bruikbaar materiaal uit, wat je eventueel zou kunnen verkopen, maar wij geven het dan gratis weg. En dat past als het goed is, als het goed verkleint het zover, zeg maar, dat dat allemaal in de aanhang past. In ieder geval dat gaan we proberen. We gaan even aan het werk hier. Het zal even een, drie kwartier versnipperen zijn. En dan spreek ik jullie straks nog even. Zo, de takken, zoals je ziet, die zijn versnipperd, liggen op de kar. Het was echt een hele hoop takken, maar de snippers valt zoals altijd weer reuze mee. Mooie bak, maar hij zit denk ik voor 3/4 vol. Dus ik denk dat dit ongeveer 3 kuub is. En degene waar wij nu naartoe gaan om het te storten, die wilde toevallig ook 3 kuub hebben. Dus dat komt perfect uit. We hebben hier alles aangeblazen. Wat zit nou? Ja, hier is iemand die hout komt ophalen. Kijk eens. Mooi visje erbij. We gaan eens even kijken in de tuin waar die is. Dat is Joop. En Joop is hier om het hout op te halen. Dag Joop. Goeiedag. Hoi. Nou, ik ga mooi hout ophalen. Dit is Joop, en... mensen. Ik zal even introduceren. Joop die staat al een tijd op mijn haardhoutlijst. Die komt uit de buurt. We zijn in Rotterdam. Hij komt uit Blijswijk. Dat is een klein stukje fietsen. En hij is hier vandaag voor het hout. Joop, wat ga je nou met het hout doen? Nou, ik ga het in kleine stukjes hakken. Ja. En ik heb een haard. En tegenwoordig met de energiecrisis is het heel belangrijk dat je lekker warm zit. Nu is het nog warm genoeg. Ja. Maar van de winter verwachten we heel veel koud weer. Ja. Dus dan gaan we eerst houtjes hakken. En dan heb je het gelijk warm. En dan slaan we het op. En dan blijft het een tijdje drogen en dan gaan we het lekker in de aard stoken. Precies, lekker met de beentjes de lucht in. Ja. Hey, en ben je altijd aan het stoken of is het nu dat je zegt met de energiecrisis dat je denkt van joh, we gaan er nou eens extra achteraan? Eerst had ik een open haard en tegenwoordig is het dicht, maar ik heb al 40 jaar een haard. Juist. En ik heb al 40 jaar dat ik hout sprokkel en dat ik het hout verstook. En, maar je koopt nooit hout? Dat ben ik nooit van plan. Nee. Nee, dus je bent altijd op deze manier, ik zeg maar, via... om zo wat hout te sprokkelen. En ja. Je bent dan zelf er actief mee bezig. Ja. En sommige mensen die zeggen, nou, ik wil er een kleine vergoeding voor. Maar over het algemeen, ik koop nooit gehakt hout. Nee, precies. Ik doe super. Het altijd gewoon nog met de hand. Ja, en het is een beetje een sport voor je? Sport, je blijft in conditie. Ja. Ik ben wat ouder, maar ook als je ouder bent, is het belangrijk om... actief te blijven en gewoon in beweging. Hoe oud ben je dan? 71. Wauw. 71 dus mensen, ik hoop 71. Ik hoop het nog een paar jaar te doen. Ja, precies. Nou, we hopen in ieder geval dat je er van de winter lekker warm bij zit. Ik vind het super dat Kart dat zo aanbiedt en dat hij dat zo met ons regelt. Yes. Ja. En ik heb het al vaak gezegd, het is echt een win-win situatie. Want ik hoef natuurlijk niet al dit hout hier uit de tuin te halen. Ik ben het kwijt, maar ik krijg er ook niks voor. Maar ja. Mensen als Joop, die komen dat heel graag ophalen. Die zien het een beetje als sport. Een beetje sprokkelen, overal vandaan halen. Op maat zagen, kloven. En uiteindelijk lekker met de vrouw thuis lekker warm zitten. Dat is natuurlijk super belangrijk. Ja, mensen stoffen. Ik vind dat zo leuk om dan met het haardhout mensen blij te maken. Je zag dat Joop echt een oprechte man. En dan vindt het... hij is met huis nog bezig. Hij vindt het ook echt oprecht leuk om hier te zijn. Te kijken, mee te helpen. En uiteindelijk komt hij voor dat hout. Hey, de stonk is gefreesd.
let even altijd op met steentjes en dergelijke, dat je, ja, dat kan wel eens alle kanten op schieten. Het hout wordt straks nog verder weggehaald. Ja, en dit is het nieuwe aanblik, hè? Hier vanuit de garageboxen, dat heel die boom nu weg is. En hij zei, de klant, die zei ook net even, het is vooral ook voor de buren, de zon is nu daar, die gaat die kant op en hebben ze geen avondzon, eigenlijk nooit, en op deze manier hebben ze dat weer. Vond jij dit ook een toffe video? Doe dan even die duim omhoog. Dat houdt mij super gemotiveerd om nog meer gave filmpjes voor jullie te maken. Vergeet ook niet te abonneren en het belletje aan te klikken. Doe je op de hoogte houden als er een nieuwe video voor jullie klaarstaat. Dat iedere maandag en vrijdag om 8 uur 's avonds. Staat eentje voor jullie klaar. Ik hoop jullie daar te zien. Ga je nog werken? Werk veilig en tot een volgende keer. Tot ziens!